Welkom allemaal. Het is vandaag 29 maart 2022. We hebben vorige week een aflevering opgenomen waarin we twee onderwerpen met elkaar hebben besproken. Namelijk de tuchtklacht tegen de landsadvocaat van Pels Rijken en daarnaast het moeilijke onderwerp CBDC, Central Bank Digital Currency. Uiteindelijk hebben we zo lang over de aflevering gedaan, wat we niet hadden verwacht van tevoren, dat we bedacht hebben om op te knippen in twee delen. Dus heel veel plezier. Jullie kunnen nu verder kijken met deel 2 van de aflevering. Slide voor jou over het CBDC. En ik zou jou willen vragen, Hanno, wat zijn eigenlijk de belangrijkste ontwikkelingen op dit moment? Of wat wil je hierover vertellen waarvan je denkt dat dit moeten de mensen weten? CBDC staat voor Central Bank Digital Currency. Daar moet ik even wat bij uitleggen. Het is nu momenteel zo dat je een